Hallo kijkers van Niet, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Echoes of the Undercroat. Dit is de free play modus. En ik heb de vorige aflevering, volgens mij was het dat ik een of andere beetle hier ondergronds, volgens mij hier, ging aanvallen, maar dat verliep niet heel erg goed. Dus ik heb nu eigenlijk volgens mij weer een savefile. Of waar ik het laatst heb gesaved, heb ik nu nog weer opgestart. Dat betekent dat ik wel een beetje progressie kwijt ben, maar dat is dan maar zo. Maar dat zal betekenen dat hier wel een ander wezen moet zitten. En dat kunnen we misschien nog wel goed gebruiken, denk ik. Kijken, want dit zijn allemaal workarounds. En ik heb dan nu niet echt gewoon. Oh. Nee, maar ik heb dan nog niet zo'n plek voor zo'n. Hoe heet die ding ook alweer? Die blackhands. Weet je wat, we gaan gewoon die beetle proberen aan te vallen. Gaat me niet lukken, dat weet ik nu al. Eens even kijken, oké, die gaat daar naartoe. Echt van, waar komt die gas vandaan? Kijk, waar hing het van onder andere nestjes? Oh ja, daar. Wacht, is dat wel zo'n verstandig idee? Om dat nu al te doen? Ik denk het niet. Wat is hier nou? Oh, die zit zeker weer onder de grond. Onder de grond. Lekker. Ook fijn dat ik niet uit mijn nest kan om wat eten te pakken. Maar nu kunnen we wel eten krijgen. Ja, het is wel irritant met de kleine beesten, maar daar hebben we gewoon wat meer van die packets voor nodig, denk ik. Kijk, waar zou ik dat even neerzetten? Zie je wel een. Nou, ja, waarom niet? Zo ja. Nee, niet daar. Reparino's. Oh, waarom zitten ze allemaal hier? Laten we die maar gewoon aanvallen. Die heeft toch al heel weinig levens, dus. Oh, wacht.
Handig. Ja, blijf maar even weer binnen wachten. Dat is misschien wel wat beter. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Ja. Hou er gewoon even eentje weg. Dat is misschien wel beter. Ik zit nu in zo'n situatie van... Ja, ik kan eigenlijk nergens heen. Er zijn ook wel veel van die larves van die Devil's Courtyard. Wat werd er met die aangevallen? Oh god. Ah. Doet niet heel wat damage. Ik ga meer naar het zuiden toe, dus daar heb ik niet heel wat last van. Misschien moeten we gewoon maar proberen. Dan kan er fout gaan, heel wat. Daar had ik liever hier willen spawnen. Want met deze dingen kun je nog wel overleven. Niet ten zuiden, daar wil ik al helemaal niet willen spawnen eigenlijk. Fight of the death. Ja, ga door de vis heen, dat is heel logisch. Volgens mij gaat de spin winnen. Ja. Ja, ik kan op het moment ook niet naar buiten, omdat er gewoon zoveel van die dingen zitten. Maar gaat hij weer terug naar zijn spawnlocatie, denk ik. Misschien alweer bijna dag wat of zo. Ik blijf wel even binnen. Oeh, hij gaat wel bijna dood.
Oh god. Rip. Waarom zitten deze kringensels bij mij te campen? Why? Ga weg of zo. Dus dat was waarschijnlijk wachten. Of ga gewoon deze even aanvallen. Ze hebben maar drie van die fucking kleine devil coach horses ofzo. Ja. The colony is starving. There's not enough food to feed the new brood. Okay. Daar hebben we tenminste nog overleefd. Oh, hallo. Maar weer zo'n groot beest. Zo'n hoe heet zo'n beest ook weer? Zo'n whip spider. Let the battle commence. Of niet. Ja, waar kan ik nu eten halen? Ook niet echt. Weet wat, ik ga gewoon een poging maken. Het is doodgaan of het is doodgaan. Attack. Kill an attack. Kom hier. Hey, got him. Nee, ga hem niet aanvallen. Ik wil gewoon dat eten. Jongen. Mission accomplished. Eerste whip spider dood. Fuck. Oh, de beetle is ook dood. Nice. Ik moet ook gewoon proberen dood te krijgen.
Oké, hij ziet ons weer. Yay. Hij is wel bijna dood. Ondanks dat hij zoveel van ons dood maakt. Mij hoorde ik net weer een beetle doodgaan. En daar heb je weer een beetle. Misschien nog wel weer een nieuwe beetle. Of ach, beetles maken. Nee. Wat nieuwe Black Ants. Kunnen we nog goed gebruiken. Die ligt ook best wel wat. Kom hier. Dat was nogal makkelijk. Ik vertrouw er ook wel in dat jullie dit aankunnen. Makkelijk. En dan liggen er nog etensrestjes. Dat is nice. Waar zitten zo'n kleine beetle bij ons? Oh. Oh nee. Oh god. Ik dacht dat het van die nocturnal creatures waren die alleen in de nacht zitten. Nou, blijkbaar niet. Blijkbaar heb ik het goed mis. En ook zo dicht bij mijn spawnplek. Oh nee. Get the food. Wow. Oké, dan vallen we de beetle ook aan. En dan vooral deze beetle ook. Nou. Behaal het ook nog gewoon. Lol. Nou, ik ga nu ondertussen weer de aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.